We lezen samen uit het woord van God twee gedeelten die Ruud, als het ware, zelf heeft aangereikt. Die in zijn leven gesproken hebben. Lucas 2 en Openbaring 21. En straks zal de overdenking ook naar aanleiding van die twee gedeelten zijn. Lucas 2. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Dan het laatste Bijbelboek, Johannes, die een blik in de hemel slaat. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Tot zover de lezing uit Gods woord. We zingen naar de overdenking uit Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Hij schenkt mij hulp, wat is het ook waar, gebleken in Ruuds leven. Het achtste vers: hoe kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstgenoten. En het tiende: ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Psalm 116, vers 1, 8 en 10. Straks naar de overdenking. Wil, Ruud, Carola, Ron, de kleinkinderen, en we denken ook aan hen die er vandaag niet bij kunnen zijn. We gaan allemaal een keer. Of je nou de Queen van Engeland bent, of een pompbediende, of je nou politieman bent, of dominee, we gaan allemaal een keer. Dat is geen vraag, dat is een feit. Maar de vraag is: kun je gaan? Kun je gaan? Kun je afscheid nemen van een leven wat voorbij is, wat voorbij gaat? Is er een toekomst voor je? Wil, we begraven vanmiddag je lieve man, een koningskind. Je man, jullie vader Ruud en Carola, jullie opa kon gaan. Hij was bereid en klaar. Waarom? Omdat het leven af was? Omdat het goed was? Nou, ik heb van jullie vernomen, althans van Carola vernomen, dat geldt denk ik ook van de anderen als ik dat nu zeg. Het was een levenslustige en actieve man. En hij ging er wat op uit, ook toen jullie klein waren, als kleinkinderen. Als het aan hem gelegen had, had hij dan meer gedaan, vast en zeker. Wat een jaren van moeite heeft hij gekend. Die laatste vier lange
jaren van ziek zijn. Dat viel hem dat zwaar. Zijn geest had de ruimte om van dat bed af te komen, in de tuin te wandelen, nog naar de Victorkerk te gaan. Maar het kon niet meer. Zijn lichaam hield hem tegen. Het was een gevangenis waar hij niet uit kon komen. En dat maakte de laatste fase van zijn leven vermoeiend. Hoewel ik hem nooit heb horen klagen. En volgens mij wil jij ook niet. Ja, hij klaagde wel, maar dat deed hij naar zijn God toe. Heere, waarom? Heere, waarom? Ja, daar hadden we geen antwoord op. Of misschien toch wel. Want het woord wachtkamer is wel eens gevallen in de bezoeken aan Ruud. Ruud, je zit in de wachtkamer. Nog even, je wordt opgeroepen om te gaan. En zo was het ook. Daar zag hij ook naar uit. Daar was hij ook mee bezig. Dat wat komen gaat. Er stond iemand aan de overkant, aan de overzijde van de dood te wachten. En nu komen we bij het eigenlijke antwoord waarom hij kon gaan. Het staat boven de kaart. Het is ons allemaal aangereikt door Ruud zelf. Want eens heeft een preek over dit gedeelte bijzonder veel indruk gemaakt. Nu laat u, Heere, uw knecht gaan in vrede. Kun je gaan, Simeon? Ja, ik kan gaan. Kun je gaan, Ruud? Ja, ik kan gaan. Waarom? U laat mij gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou, dat zijn woorden, als je een beetje vertrouwd bent met de Bijbel, die vaak rond de kerstdagen klinken. De lofzang van Simeon wordt dan ook vaak gezongen. Waarom deze woorden in het najaar, op een dag als deze? Omdat het waar is gebleken. Toen hij de laatste adem uitblies vorige week, was dat niet een punt alleen maar. Achter een lang, 81 jaar, mooi, gelukkig ook, jawel, leven. Maar het was vervulling van de belofte. Ik weet wel, deze woorden gelden in de eerste plaats natuurlijk voor Simeon zelf, de man die 2000 jaar geleden leefde. Hij zou de dood niet zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. In Simeons geval was dat letterlijk zo. Hij zou Jezus met eigen ogen gaan zien. Het kind, en daar zag hij naar uit. Dat verlangen was in hem gewekt. Hij verwachtte, lezen wij in vers 25, staat op de liturgie, hij verwachtte de vertroosting van Israël. Hij zag ergens naar uit. Naar het kind. Naar Jezus. Het was maar een gewoon mens. Net zo gewoon als Ruud. Want Ruud was er de man niet naar om groots te doen. Het was niet de man van de grote verhalen. Kijk mij nou eens. Het was een man gezegend met een gezonde dosis humor. En zelfspot. Die zichzelf ook niet al te serieus nam. Niet zo gewichtig. Hij had niets hoog te houden. En zeker die laatste jaren niet. Wat had hij toen nog hoog te houden toen hij op bed lag? Er was een mens in Loenen. Er was een mens. Een man. In Jeruzalem. Van wie de naam Simeon was. En wat verbindt Simeon en Ruud aan elkaar? Dat het allebei mensen van Gods welbehagen zijn. De een en de ander. Ze verwachten beide een zaligheid in Jezus Christus. 2000 jaar geleden gebeurde het. Toen en daar, in de tempel in Jeruzalem. De geest leidde hem binnen. Zo lezen wij in vers 27. Hij kwam door de geest in de tempel. En daar mocht hij met eigen ogen de beloofde zaligmaker zien. En hem zelfs in de armen nemen. Aan zijn hart drukken. Dat was nog meer dan alleen maar zien van een afstand. Hij nam het kind, lezen we, in zijn armen, vers 28, en loofde God. Het citaat wat boven de rouwkaart staat is dus een lofzang, een jubel. Nu
hebt u uw woord waargemaakt. Wat zie je dan, Simeon? Je hebt een kind in je armen. Ja, dat is bijzonder, maar is dat nou zo bijzonder dat je daarvan gaat zingen? Ja, hij loofde God, want hij geloofde in het kind Jezus. Wie is dat namelijk? Wie is dat kind Jezus? Hij zegt het in vers 30 en 31. Dat kind is mijn zaligheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij zegt niet, mijn ogen hebben Jezus gezien, hebben een kind gezien, hebben een prachtig kind gezien, een uniek, een bijzonder kind, een voorbeeldig kind, een voorbeeld voor het leven. Hè, zo wordt Jezus ook wel gezien als een voorbeeld in navolging. Nee, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Gewoon kind. Vergis je je niet, Simon? Nee. Ik word geleid door de Heilige Geest. Liefst 3 keer wordt in dit gedeelte gesproken over de Heilige Geest. In vers 25, 26 en 27. De Heilige Geest was op hem, vers 25. De Heilige Geest beloofde hem dat hij de dood niet zou zien voordat hij Jezus zou zien, 26. En vers 27. Door de Geest kwam hij in de tempel. De Heilige Geest had hem geleerd om te verwachten, had hem gedreven naar de tempel en had zijn ogen geopend voor de kostbaarheid van de Heer Jezus. Uw zaligheid. Eigenlijk staat er voor het woordje zaligheid een woord dat je misschien het beste kunt omschrijven als middel om te redden. Redmiddel. Want opa, die had zonde. Net zoals ik en net zoals jullie en net zoals wij allen. Wij zijn zondaren. En wij hebben noodzaak aan een verlosser. En nu kom ik bij het geheim. Niet alleen van Simeon, maar ook van Ruuds leven. Als jongen leerde hij uit de catechismus van de katholieke kerk, en hij kon dat zo opzeggen nog steeds. Waartoe zijn wij op aarde? Nou, misschien kunnen jullie nog wel opzeggen. Wij zijn er om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. Catechismus van de katholieke kerk. Zo leerde Ruud dat. En dat is waar. Maar hij ontdekte meer. En dat had alles te maken met de persoon van de Heer Jezus. Hij ontdekte dat Jezus alleen zijn gerechtigheid is. Dat is een moeilijk woord. Dat betekent, alleen door Jezus kan ik gaan. Kan ik binnengaan. Kan ik thuiskomen. Kan ik sterven. Kan ik mijn ogen sluiten. De laatste adem uitblazen en wakker worden bij hem. Nou, dat heeft je vader ontdekt. Jullie hebben dat van nabij, soms van wat meer afstand, gezien. Hè? Hoe jullie vader met de Bijbel bezig ging, met de Bijbel bezig was. En dat hij er ook van genoot hoe de Bijbel uitgelegd werd in Beekbergen. In de gereformeerde gemeente eerst, later hier. In Apeldoorn. Wat gebeurde daar? Door de uitleg van het woord ontving Ruud door de Heilige Geest kennis van de Heer Jezus. Hij werd overweldigd door de liefde van God voor zondaren. En het bevrijdde hem zo dat hij niet zelf daaraan hoefde bij te dragen. Hij verdiende dat niet door een goed leven. Hij kreeg het. Uit genade. Het wordt heel treffend onder woorden gebracht door wat Simeon zegt in vers 31. Dat staat niet op de kaart, maar dat staat in de liturgie. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt. Dat betekent klaargemaakt. God heeft de zaligheid, de redding, het reddingsplan uitgedacht, gepresenteerd. Hoe dan? Niet als een set van 10 regels, als je die opvolgt, dan kom je er wel.
maar als een persoon. Hij heeft hem gezonden, zijn zoon, de Heer Jezus. En Simeon mocht hem letterlijk vasthouden. En Ruth, 2000 jaar later, heeft hem met de armen van het geloof vastgehouden. En daarom vrede. Dat woordje vrede lezen we boven de kaart. Nu laat uw Heere uw knecht gaan in vrede. Nou, er is best wel strijd geweest. En zeker ook het laatste, die doodstrijd. Dat was heel aangrijpend. Jullie zijn er ook bij geweest, getuigen van geweest. En toch vrede. Hoe kan dat nou? Dat heeft alles te maken met wat God doet. Het woordje vrede in de Bijbel wordt heel vaak gebruikt om het einde van iemands leven aan te geven. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. We lezen van de aartsvaders in het Oude Testament dat ze in vrede heen gingen. En we lezen van koningen dat ze verzameld werden in hun graf met vrede. En Psalm 37 heeft het over een oprechte man wiens einde vrede is. Zou je dat willen? In vrede willen sterven? Dat kan. Dat kan niet als je alleen maar naar de dood kijkt. Want de dood is een vijand die ons allemaal aangrijnst. En ik begon ermee, hè? Schijnbaar willekeurig, dan hier, dan daar. Een jongen, een meisje, een oudere man, een oudere vrouw. En wie is de volgende? We weten het niet. We weten alleen dat het gebeurt. Van Simeon weten we het ook niet of hij meteen overleden is. Dat staat er niet bij. Hij zegt, ik ben er klaar voor. Als ik nu zou overlijden, dan is het goed. Nu laat u, Heere, uw knecht gaan in vrede. Ik kan gaan, want u laat mij gaan. U brengt mij thuis. U leidt mij door de doodsrivier naar het eeuwige vaderland. Dat is toch wat, hè? Moet je nagaan dat je dat kunt zeggen. Dat je niet alleen bedenkt, ik zie er tegenop. Die dood is een akelige vijand en ik hoop dat ik nog heel lang mag leven en dat ik gelukkig mag leven. Maar dat je ook kunt zeggen, we gaan straks zingen. Zou ik nog vrezen? Nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. Niets heb ik te vrezen in leven. En in dood. Familie, op deze dag is alles relatief. Je baan, je huis, je leven en je beseft. Dit geldt ook een keer van mij. Maar nu reikt God als het ware op deze dag jullie deze woorden aan. En hij zegt tegen jullie, kijk eens goed naar je vader en naar je opa. Je hebt hem gezien. Dat is niet iets om blij van te worden. Want je wilt hem graag in leven zien. En toch, kijk nog eens goed. Hij is gegaan. Hij kon gaan. In vrede. Sommige mensen zien erg uit naar hun pensioen. Maar Gods kinderen gaan eeuwig met pensioen rusten. Ze ontslapen in de Heere. Ruths ogen braken. Maar nu ziet hij hem. Van aangezicht tot aangezicht. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En nu zie ik hem. Helder. En duidelijk. Is het leven van opa, van jullie vader, een geslaagd leven? Ach, dat kunnen jullie beter beantwoorden dan ik, denk ik. Maar ik durf wel te zeggen, het is een voleindig leven. Het is een voltooid leven. Het is goed. We hebben het gebeden, 2 weken geleden hier in de kerk. Heere, wilt u hem thuis halen? Want Ruud en Wil vierden het avondmaal thuis mee. Maar het kon niet meer. Wil was in de kerk. We hebben gebeden, Heere, wilt u hem thuis halen? En in die week riep God hem. Een kind. Kom maar.
kom maar bij mij. Jullie waren er allemaal bij. Toen Ruud de grens overging. Zijn banden werden losgemaakt. En alle dingen werden nieuw. Dat was ook een tekst die in zijn leven gesproken heeft. In een tijd van ziek zijn. Ik maak alle dingen nieuw. Wij denken het is voorbij. Fini. Maar een Christen zegt nee. Het laatste hoofdstuk, dat breekt nu aan. En dat hoofdstuk eindigt nooit. Dat is het mooiste hoofdstuk. De finale. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik moest bij de voorbereiding denken aan Dietrich Bonhoeffer. Misschien hebt u wel eens gehoord van die naam. Hij overleed, hij werd gefusilleerd in de oorlog. 4 jaar nadat Ruud Bouwmeester geboren is, 1944. En weet je wat zijn laatste woorden waren? Moet je even tot je door laten dringen. Zijn laatste woorden waren: dit is voor mij het einde. Dit is voor mij een nieuw begin. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is het verschil tussen doodgaan en in Christus ontslapen. Dat is het verschil tussen lang en gelukkig geleefd hebben of geleefd te hebben met diepgang en met een horizon. Omdat je weet, mijn leven is gekocht. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben het eigendom van Jezus Christus. Zo staren we Ruud na, Wil. En dat doen we met tranen in de ogen. Jazeker. Want wat was, dat is niet meer. 23 jaar huwelijksleven, 23 jaar met elkaar vergroeid. Ook geestelijk. En dat is voorbij. Dat is voorbij. Maar Wil, hij is je slechts voorgegaan. En de tijd komt dat jullie elkaar weer gaan ontmoeten. Wij weten niet wanneer. Maar dit weten we wel. Wie hem verwachten, worden niet beschaamd. U luistert allemaal. Maar de vraag is ook voor u, hè? En voor jou. Wat voor zicht heb jij eigenlijk op de Heer Jezus? Kun je gaan? Het kan alleen maar als je door het geloof op hem ziet. Want dan hoef je niet te vrezen voor de dood. Ja, maar mijn leven, mijn dit, mijn dat. Kan het zomaar? Laat al die vragen en al die ja-maars nu eens samenkomen in dat wat we gaan zingen nu. God heb ik lief. En als je dat nou niet kunt zeggen, dan zing je het als een gebed vanmiddag. God heb ik lief. Laat het zo zijn. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem en mijn smekingen en mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Hij luistert. En als ik tot hem roep, dan redt hij mij, zo waar hij God is. We begeleiden Ruud straks naar zijn laatste rustplaats hier op de aarde. We begeleiden hem in vrede. Want de dag komt dat hij opgewekt zal worden in heerlijkheid. Dat is de toekomst die wenkt en die wacht. En dat allemaal omdat hij de Jezus leerde kennen als zijn persoonlijke redder en zaligmaker. Wat ben je gelukkig als je dit kent. We gaan allemaal een keer. Ja, dat is waar. Maar van hen die geloven in Christus geldt
Nu laat u hem of haar gaan in vrede. Amen.